Ja, dat is nou weer het voordeel van nu een astro op mijn hoofd te hebben. Daardoor hoor je die guy gewoon achter je zitten. Holy shit, oh my god. Wat doen deze... Oh, knife runner. Ik kan de hele tijd hier tussen switchen houden. Oh, wat een spontaneiteit daar. Kijk dit jongen, de switch jongen. De switch in free fall. Jongen mensen, tof dat jullie kijken naar Gloenie. Vind mijn kanaal GamesRew. En in deze video gaan wij twee potjes free fall spelen. Op natuurlijk de Call of Duty Infinite Warfare. En we doen het niet met zomaar een wapen. Zoals je ziet heb ik de Ripper vast. En dit is een fucking chill wapen. Het is een submachine gun. Natuurlijk de epic variant van de RPR Evo. Maar dit ding is zo chill. De hipfire van dit wapen is ook echt immens chill. En wat dit wapen nog meer voor speciaals kan, natuurlijk zelfs als de RPR Evo. Als je driehoekje inhoudt, dan kan je naar assault rifle mode switchen. En dat is super chill voor de langere afstanden natuurlijk. En ja, we gaan gewoon twee potjes spelen. Dus ik vind deze video nou leuk. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog. Het super tof vinden. En we gaan gewoon lekker knallen, jongen. Blijf jij... Oké, kut. Eigenlijk had ik daar in de assault rifle mode moeten doen. Oké, kom jij even terug. Trouwens, op de eerste map spelen we op de map Genesis. En dat is wel echt een chill mapje. Zeker voor een submachine gun. Die guy loopt helemaal voor me weg, of niet? Hallo? Ik hoor ze hier. Hop, hop, hop. Zoals je ziet, jongen. Die assault rifle mode. Oh, ik zag een ootje. Is hij serieus aan het knife runnen? Oh my god, oh my god, overal. Oh shit. Oh my god. Die guy is gewoon aan het knife. Zo, Gert. Die guy is gewoon aan het knife runnen. Wat een held. Gods. Kut, ja, kut. Oké, voor die man moeten we echt uit gaan kijken. Trouwens, ik heb ook een rewind specialist aangezet. Want die leek me wel een keer geinig. Ik heb hem nooit echt gebruikt. Dus ik dacht van, weet je, we zetten gewoon een keer dat ding aan. Zo. Nee, kut, ik had de rewind aan moeten doen. Wat die rewind trouwens doet voor de mensen die het nog niet weten is... Je teleport zeg maar terug van waar je al hebt gelopen. Zodat je een beetje uit een situatie kan ontsnappen. En ja, als we die... Jezus, als we die nodig hebben, dan zetten we gewoon dat ding aan. Kijk, zoals nu. Woep, en dan sta je opeens hier en dan heb je die kill. Dat was een mooi gebruik. Kut, jongen. Holy shit, we moeten wel even tryhard houden. We moeten wel even winnen natuurlijk. Ik denk dat ik wel even de meeste die submachine gun modus aangezet. Shit, ze hebben een UV. Kijk uit. Ik ga hier naar binnen. Ik weet niet of dat slim is. Ik zie iemand. Rots, die hebben we. Assault rifle modus. Die hebben we jou ook. Dan gaan we weer terug. Submachine gun modus. Springen. Ah, kut. Ik had het hele plan in mijn hoofd zitten. En dan kom jij er weer aan met je RPA Evo. Ik heb lekker de Ripper. Nee, eigenlijk wil ik die hipfire even laten zien. Want die hipfire is echt zo mijn enes. Scheid, jongen. Die hipfire is echt chill op dit wapen. Serieus, geen grap. Rots, jou. Ja, je bent dood. Je hebt het ook dood. Komt er nog één aan? Rechts. Oh, jongen, laat me nou eens fucking... Laat me nou eens een keer op één iemand richten, jongens. Gelijk de vijf kanten beschoten. Het is natuurlijk free fall. Zeker op deze map is dat gewoon... Ja, dat is gewoon druk. Dat is gewoon druk. Die knife... Kijk, ah, kut, man. Het is echt druk op deze map. Tering, hé. Dit had ik echt niet verwacht, hoor. Doei. Doei. Die assault rifle mode is ook echt chill. Kijk dit. Wat? Oh, kijk, get ready, jongen. Die ras ge... Oh, daar... Ja, hop, rewind. Oh, die vent was helemaal van zijn apropos af, ja, die jongen. Hij wist niet meer waar hij heen moest kijken. Dat was een mooie actie ook, met die rewind. Ook al, hond, ook al kwamen we niet echt op een hele goede positie terecht. Maar we hadden hem alsnog, jongen. Oh, die is dood. Kom terug. Hipfire, doe die hipfire. Oké, let op. Hier, bots, dat is echt chill, jongen. Hier. Kijk hier, bots. Ik zeg het, jongen. Oh, we hebben scoortjes al. Ik heb de UV... De scoortjes en de warden aangezet. Het zijn gewoon random scoortjes die ik aan heb gezet. Want ja, ik dacht van weet je... Doe gewoon eens een keer deze scoortjes. En ik ben echt chaotisch bezig. Maar het komt omdat het zo druk is, jongen. Holy shit. We staan wel opeens voorhouden. Dat is wel chill. Komt hij daar? Doei. Killsteal. En... Ja, we hebben ook. Ik heb geen rewind. Kut, ik had geen rewind. Shit, man. Op een of andere manier altijd als we juist op de submachine gun... Modus moeten gaan staan. Zitten op de assault driver modus en andersom. Het is echt. Echt prima. Het is echt apart, jongen. Bots, jou hebben. Oh, daar. Ja, we hebben jou. Oh, we hadden die kill nog. Ik ga mijn scoortjes even gewoon inroepen. Weet je wel, gewoon voor de grap door het midden. Zo. Kut, we moeten uitkijken. Knife runner. Ik wil niet dood. Waar ben je? Oh, ha! Ik had hem gekillt met mijn. Holy shit! We hebben al gewonnen. Ik had hem gekillt of zo met mijn boost of zo, mijn trust jump. Oh, die heb ik per ongeluk aangezet als tweede ding. Maar mijn scoortjes hebben de laatste kill opgepakt. Holy shit, 30 om 12 natuurlijk niet de beste score. Maar het was op Genesis. En holy shit, dat was echt druk in dit potje, jongen. Holy shit,
Maar we gaan natuurlijk twee Free for All potjes doen. Dus we gaan nog een potje doen met de Ripper. Hopelijk kunnen we die ook winnen. Trouwens, Shona, Beedomaniac, jongen. Doe hetzelfde mooie tanding. Dus op naar game nummer 2. Tot zo. Zo mensen, we zijn bij game nummer 2 aangekomen. En deze keer is het op de map Skydog. Niet mijn favoriete map, maar we moeten er natuurlijk ermee doen. En we gaan gewoon proberen om dit Free for All potje ook weer te winnen. Het zou super tof zijn. En ik denk dat ik het meeste met de Assault Rifle modus ga spelen, ouwe. Want dit is een wat iets langere afstand de map. En ik denk dat dit wel het slimste is. Dus, oh, ja, kut. Ik jumpte weer niet. Ik jumpte maar één keer. En niet die kut trust jump. Maar eigenlijk wel moeten doen. Dus we gaan gewoon kijken of we dit kunnen winnen, jongens. Dus kom maar op, mijn one. Zou er hier iemand zitten? Ik denk het wel, ouwe. Oeh. Oh my god. Ik hoorde hem, hè. Ja, dat is nou weer het voordeel van nu een astro op mijn hoofd te hebben. Daardoor hoor je die guy gewoon achter je zitten. Holy shit. Oh my god. Wat doen deze... Oh, knife runner. Ik kan die hele tijd hier tussen switchen houden. Oh, wat een spantheid daar. Kijk dit, jongen. De switch, jongen. De switch in free fall. Oh my god, dit is overpowered. Waarom is dit zo sterk, Miffy? Die spantrip daar was hard, gast. Holy... Ik wil daar weer zitten, houden. Zit daar iemand? Ja. Oh, jumpshot. Get wrecked. Man, ik weet niet waar hij helemaal heen schoot. Oh. Oh, hipfire. De hipfire is nog steeds echt super sterk, houden. Zit hij daar weer, hè? Of niet? Oh, nee. Oké, laten we kijken of die... Oh, geturnd. Of die shit weer werkt. Hot. En we draaien ons weer om. Spant hij daar? En ons weer omdraaien. Nee, en ons weer omdraaien. Doei. En ons weer omdraaien. Zit daar iemand? Oh shit. Hot. En ons weer omdraaien. Hier iemand. Nee! Nou, kut. Holy shit. Maar die is... Oh shit, what the fuck? Waarom span ik hier? What the fuck? Wat was dit voor span, ouwe? Die spans op deze map hier, ouwe, zijn echt raar, jongen. Waar de fuck is die guy? Hallo? Hij is doorgelopen. Daarboven zit hij. Daar komt niemand. Oké, we gaan... Oh, jawel. Hipfire. Ah, bier. Die man, jongen, die dacht even van, hè, zit daar nou iemand? Nou, nee, toch niet. Even zijn machine gun motors. Zit hij daar? Nee, oké. Deze spantrap is hard, jongen, hier. Ik wilde eigenlijk weer gaan staan. Oké, dan killen we jou. Hoop ik. Ja, dank je. En dan draaien we ons weer om. En dan spannen die hier de hele tijd weer iemand. Dat was echt... Holy shit, ze komen hier de hele tijd naar je toe. Kijk dit. Oké, ik ben scheef. Oké, oh, ik had het. En nog echt met geluk. Maar dit is sterk, ouwe, deze span. Holy shit, doe dit zeker naast je op deze map freefall speelt. Maar holy shit. Nu komen ze niet naar me toe. Want kijk, we staan gewoon 10 kills voor, hè. What the fuck. Oké, nou komen er niet echt meer mensen heen. Dus we gaan even hierheen. Oh. Oh. En we... What the fuck, ouwe. What the fuck was dat voor rewind, ouwe. Ik wou daar weg. Niet gewoon op dezelfde plek weer terugkomen. What the fuck gebeurde daar, man? Niemand hier? Oké, shit. Even zien. Er moet hier iemand toch zitten? Of zal hij daar spannen? Nee, er gaat niet... Oké, nu is pas iemand doodgegaan. Ik ben een beetje de mensen kwijt nu. Oh, shit. Zullen we misschien kunnen... Ah, dat switch, jongen. Die timing van mij is daar nog niet helemaal goed mee. Dus ik weet nog niet echt precies wanneer ik moet switchen tussen de assault rifle en de submachine gun modus. Dus ik ga, als ik ga rondrennen, dus een beetje gaan rennen, ga ik die submachine gun modus pakken. En als ik een beetje stilsta, een beetje achter een headglitch, pak ik gewoon die assault rifle modus. Ik denk dat we dan wel een beetje een goede stijl hebben gevonden. Dus hier ga ik even die pakken. Kijk, de explosie. Oh. Hij heeft iemand genaaid of niet? Submachine gun modus. Hij heeft hier iemand genaaid, maar waar is die nu? Waar is die guy heen? Even serieus. Nee, wat de... Ik schreeuw me de tering trouwens. Waar was die guy heen gegaan? Die knife runner. Ging hij dood of zo? Ik weet het niet, man. Kut, iemand komt de hele tijd weer wat dichterbij. Dat vind ik niet zo leuk. We hadden net zo'n mooie spawntrap hier. En nu is het gewoon helemaal weg. Niemand spawnt hier meer, man. Wat de heck? Zie je misschien de modus? Oké, waar is... Oh my god. Die vent heeft Dead Silence aan. Dus ik hoor hem niet lopen achter mij. Kut, daar zit ook iemand. Ik ga op deze guy af. Ik hoop niet dat hij mij hoort. Doei. Rewind. Ik kom achter hem. Oh, die hadden nog met geluk. Ik ga alleen maar door de knife runnen. Ik zweer. Die vent pakt het wel goed aan hoor, met zijn knife. Ik zag een schaduw. Doei. Er zit allemaal hier. Submachine gun. God. Ik zeg het je, die Ripper is echt chill, jongens. Als je niet weet wat je met 4K salvage moet gaan doen. Koop deze, ouwe. Dit ding is... Kijk die hip van je, gast. Dat ding schiet zo chill. Kijk dit. Ah, dit is echt... Oh my god, we hadden die guy ook nog bijna, hè. Maar ik zeg het je, dit wapen is zo chill, jongen.
Doei, sorry voor equalizers. Je gaat me niet wegkillen. Je vent had er wel zin in. Wat is die guy aan het doen? Ik kom terug, Wacht, submachine modus. Hij rent gewoon van me weg. Dude, wat doe je? Dat is een... Oh my god, what the fuck? Deze guy loopt gewoon heel droog weer verder. Die guy is een heel laag level nog, dus die moet nog een beetje alles ja, aan wennen. Een beetje kijken hoe het alles zit. Maar we moeten nog maar één kill. Zullen we een 360 doen? Woep, 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 woep. En dan moeten we een kill maken. Hallo, is er iemand? Ik wil een 360 kill. Hots. En dan pap, 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 pap. Hallo? Oké, 360. En hip fire kill. Klaar, het is zo... Dit wapen is zo chill. Wat een lekker potje, ouwe. Holy shit. Gewoon 30 op 9, besef. Kijk hier. 360. Woep, woep, woep. Trouwens, mijn attachments waren de hele tijd suppressor, grip, quick draw en extended. Ik heb best wel wat attachments erop. Puur, als je schiet, dat ding schiet best wel snel. Ben je best wel snel out of ammo. Quick draw sowieso altijd chill. Grip, het is een beetje aan de recoil kant, dit wapen. En ja, voor de rest, het is gewoon echt... Je hoeft er geen elo op te doen, want die assault rifle modus scope vind ik eigenlijk al wel chill genoeg. En de submachine gun ding is ook eigenlijk... Dus dit was de video natuurlijk met de Ripper. Wil je nou meer zien dat ik epic of speciale wapens ga uittesten? Laat het zeker even achter. En dan gaan we dat zeker vaker doen. Want ik vind het... Dude, je ziet het net hoe goed wij zijn met die chille wapens. Dus wil je dat meer zien? Laat het zeker even achter in de comments. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Een duimpje omhoog zou altijd leuk zijn. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Daag.